Wie komt er na Graupner op de lijst van sollicitanten voor? Als derde komt op onze lijst voor... zekere Johann Sebastian Bach. Dan zijn de kapelmeester aan het hof van graaf Leopold van Anhalt-Köthen. Wat moeten wij met een kapelmeester? We zoeken een organist en kantor. De heer Bach is jaren in deze functie werkzaam geweest bij vorst Wilhelm van Saxe-Weimar. En hij is een alom geëerd organist. Dus, omdat er geen eerste rangskracht meer te vinden is, zullen wij ons tevreden moeten stellen met een tweede rangskracht. Daar kan ik geen antwoord op geven. Dat zal de tijd moeten leren. Maar wij zullen ons erover moeten buigen of wij de heer Johann Sebastian Bach als kantororganist zullen aanstellen, of niet. En in verband hiermee roep ik u allen op om aanstaande vrijdagavond in de Thomaskerk aanwezig te willen zijn, ten einde een proefkantate, of althans een proefcompositie, van genoemde Bach aan te horen. Soli Deo Gloria, een hoorspelserie over het leven en werken van Johann Sebastian Bach ter herdenking van zijn 300ste geboortejaar. Vandaag hoort u het zesde deel, Kantor in Leipzig. Ja, heer Bach, wij hebben uw, hoe zal ik het zeggen, uw proefcompositie beluisterd. Op het oordeel na van een der leden van het consistorium, die uw muziek naar het Leiders verhaal op verschillende punten te theatraal vond, bevond de meerderheid van het consistorium uw muziek zeker voldoende. Dank u, heer Ernesti. Alvorens een nader oriënterend gesprek, heer rector, zou ik de heer Bach nog een formele vraag willen stellen? Gaat uw gang, heer Van Halten. Gezien onze ervaringen met de organisten Telemann en Graupner, zou ik allereerst uit de mond van de heer Bach willen vernemen of hij zijn sollicitatie handhaaft. Ik neem aan dat de aanwezigheid van de heer Bach bij dit sollicitatiegesprek deze vraag al heeft beantwoord. U blijft bij uw sollicitatie, heer Bach? Vooralsnog, zeker, heer Ernesti. Maar de heer Bach moet er goed van doordrongen zijn dat de aanstelling van kantoor in de stad Leipzig niet uitsluitend inhoudt het vervaardigen van al of niet fraaie composities. Ik veronderstel dat de heer Bach zich daar zeker wel van bewust zal zijn. Ik bedoel daarmee te zeggen dat wij de heer Bach een duidelijk beeld moeten geven van de taken die hem te wachten staan. In de eerste plaats moet de heer Bach zich inzetten om de muziek in de Thomas- en in de Nicolaikerk tot bloei te brengen. En daar bedoelen we mee muziek die de kerkgangers tot stichting zal dienen. Waarbij in de muziek elk opera karakter vermeden dient te worden. De geachte leden van het consistorium, het lijkt mij raadzaam om een lijst samen te stellen van de voorwaarden welke in de aanstellingsovereenkomst moet worden opgenomen. Voorop dient te staan dat de kantoor door een eerbaar en ingetogen leven de leerlingen een voorbeeld zal zijn. Ja, naast muzieklessen behoort de kantoor de leerlingen ook te onderwijzen in de catechismus. Inderdaad, en ook dient de heer Bach in de derde klasse de leerlingen Latijn te onderrichten. In tegenstelling tot zijn voorganger meent de heer Bach daartoe in staat te zijn. Mijns inziens dient de kantoor zich niet alleen te bepalen tot zanglessen, maar ook instrumentale muziek dient alle aandacht te krijgen. Heel juist. Door zelf opgeleide instrumentalisten kunnen wij in de loop der jaren heel wat besparen bij het aanstellen van beroepskrachten. Maar dan dient de kantoor bij het samenstellen van het koor wel pupillen aan te trekken die van de grondbeginselen der muziek reeds op de hoogte zijn. Ja, met permissie, heren van de raad. In verband met dit laatste zou ik toch een opmerking willen maken. Bij de repetitie van de proefkantaten is het mij opgevallen dat van de ruim 50 zangertjes
er nauwelijks 20 bruikbaar waren. En bij het zoeken naar solisten kwam ik niet tot het noodzakelijke aantal van 4. Nou, dat, het is goed te horen dat u duidelijke maatstaven hanteert, heer Bach. Maar u dient uiteraard bij het componeren van muziek rekening te houden dat uw mogelijkheden bij het realiseren daarvan niet onbeperkt zijn. Het is juist uw taak dat pijl op te voeren. En wat uw taak ten aanzien van de eredienst betreft, wij zouden graag zien dat u wat betreft de zanguitvoeringen het kerkelijk jaar zoveel mogelijk zou willen volgen. Ja, het zou ideaal zijn als wij elke week over een kantate zouden kunnen beschikken. Bent u op de hoogte van de tijden bij onze eredienst, heer Bach? De tijden van de kerkdiensten, bedoelt u? Ja. De diensten beginnen 's morgens om 7:00. En dan is het uw taak om de gemeentezang te begeleiden, de improvisaties tijdens de collecte te verzorgen en bij de kantaten uiteraard het koor te dirigeren. Het is ook de gewoonte dat bij de begrafenissen zoveel mogelijk het koor wordt ingeschakeld voor het zingen van motetten of anderszins. Wij zouden het wel op prijs stellen dat u dan persoonlijk meeging om de jongens leiding te geven. En ten opzichte van de leerlingen, wij nemen aan dat u hen met vriendelijkheid tegemoet zult treden en mochten zij ongehoorzaam zijn, dat u ze dan met de nodige zelfbeheersing zult tuchtigen. En wat betreft de kinderen in het internaat, u dient per toerbeurt met 3 andere leraren eenmaal per maand gedurende een week toezicht op de kinderen te houden. De huisorde vangt aan om 6:00 's morgens en duurt tot 8:00 in de avond. En voor ik het vergeet, heer Bach, u hebt natuurlijk in de stad volledige bewegingsvrijheid, maar voor een goed contact met het gemeentebestuur moet u bij de burgemeester toestemming vragen, hè, indien u de stad tijdelijk wenst te verlaten. Een en ander leidt wel tot een aanzienlijke lijst van bepalingen, moet ik zeggen. Maar ja, collega, het gaat om een belangrijke benoeming. En Leipzig is geen afgelegen dorp, maar een bruisende stad. Een centrum van cultuur en wetenschap. En vooral op het gebied van muziek, toonaangevend. Het is belangrijk dat elke nieuwkomer daar goed van doordrongen is. He, heerlijk, even zo'n wandeling. Bastiaan, wat gaat er nou precies gebeuren in Leipzig? Nou, volgende week moet ik nog een soort examen in geloofsleer afleggen. En dan zou op 1 juni aanstaande de installatie kunnen plaatsvinden. Je zegt dit zonder veel geestdrift, Bastiaan. Ik weet ook niet wat de toekomst ons brengen zal, Magdalena. Maar wel weet ik dat we een totaal ander leven zullen gaan leiden. Van concertmeester bij een hoforkest naar kantoor aan een school in Leipzig. De enige overeenkomst lijkt mij dat beide functies met muziek te maken hebben. In plaats van een gedisciplineerd orkest kom ik aan het hoofd te staan van een ongeregelde, deels onmuzikale groep jongelui. En ik wil mijzelf niet voor de mal houden. Deze functieverandering is wel een stapje terug. Zullen we hier even gaan zitten? Ja, dat is goed. Je ziet het als een soort noodsprong, omdat het hier in Keuten misgaat. Nee. Nee, Magdalena, een noodsprong, daarvan is geen sprake. Nee, ik doe het wel overwogen. Omdat ik geloof dat ik daartoe geroepen word. Dat de Heer dit van mij vraagt. Er zijn ook goede punten aanwijsbaar. In de eerste plaats is het voor de kinderen heel goed. Zeg maar bijna noodzakelijk. Hier groeien zij op in afzondering. Hier kunnen zij nauwelijks studeren. Ja, dat is waar. Ik krijg een prachtig orgel tot mijn beschikking. En ik kan er werken aan mijn idealen ten opzichte van de kerkmuziek.
Nochtans, geef ik toe, het blijft een waar stuk. Een waar stuk in naam van de Allerhoogste. Maar, aan de andere kant, wie God vertrouwt, vast op hem bouwt, die zal hij niet verlaten. Wie is daar? Henrici. Christian Henrici, de postbeambte. Goedenavond, mevrouw Bach. Goedenavond, meneer Henrici. Komt u binnen. Dank u. U had een schrijver voor mijn man? Nee, mevrouw Bach. Ik had een afspraak met uw man. Oh, neemt u me niet kwalijk. Ik zal Bastiaan waarschuwen. Bastiaan, er is een bezoek voor je. De heer Henrici. Ah, de heer Picander. Komt u verder, heer Picander? Dag, Sebastiaan. Magdalena, je ziet hier niet onze geëerde postbeambte Christian Henrici, maar de begaafde tekstdichter Picander. Oh, begaafd, begaafd. Ik doe mijn best. Als mijn man u zegt dat u begaafd bent, dan bent u ook begaafd, heer. Ja, vrouw, zeg maar heer Picander. Dat is zijn schrijversnaam. Heer Picander. Ach, Magdalena, zou jij ons iets te drinken willen brengen? Ja, dat is goed. Ik kom er zo aan. Zo, ga zitten, vriend. Ja, ik wilde graag eens met je spreken. Een paar jaar geleden hebben wij elkaar gevonden, waarbij ik muziek gemaakt heb bij jouw passieverhaal. Later heb ik een passiestuk naar het evangelie van Johannes gecomponeerd, op tekst van de dichter Brokkes. Maar ik speel alweer enige tijd met de gedachte om voor Goede Vrijdag een nieuwe passion te schrijven. En wel naar het verhaal zoals wij dat vinden in het evangelie van Matthäus. En dan zou ik het zeer op prijs stellen indien jij voor bepaalde koralen en aria's de tekst zou willen schrijven. Alsjeblieft, heren. Dank u. Dank je, Magdalena. Ik zal maar niet verder storen. Ik heb een schema gemaakt hoe ik mij het een en ander voorstel. Zoals ik je al zei, staat het lijdensverhaal zoals beschreven door Matthäus in het middelpunt. Ik stel mij een episode voor zoals deze beschreven staat in hoofdstuk 26 en 27. Het Bijbelwoord moet ongewijzigd en onverkort gezongen worden. Deze tekst wordt onderbroken deels door een kerklied dat het geloof en de aanbidding van de gemeente vaste vorm geeft, deels door een meditatieve beleving, voortkomend, ja, hoe zal ik dat zeggen, voortkomend uit de ziel van de gelovige, hoe hij al die gebeurtenissen ervaart, aanvaardt en beschouwt. Om een voorbeeld te noemen, de evangelist beschrijft het moment dat Judas zich bij de hoge priester als verrader aanbiedt. Dan stel ik mij voor een bespiegeling over de moeder van Judas, waarin wij met haar te doen hebben en haar willen troosten. En bijvoorbeeld het moment van verbijstering bij de gelovigen als Petrus tot driemaal toe zijn meester verloochent.
Begrijp je wat ik bedoel? Ik zou namelijk graag willen dat jij die teksten voor je rekening neemt. Ik wil dat graag op mij nemen. Ik voel mij zeer vereerd dat je mij dit toevertrouwt. Oh, ik heb altijd goed met jou samengewerkt, Christian. En ik ben ervan overtuigd dat je dit kunt. Je hebt al een duidelijke lijn in je hoofd. Ook waar je de meditatieve gedeelte wilt. Nou, enigszins. Maar voorstellen van jouw kant zijn natuurlijk ook zeer welkom. Ik wil het werk wat groter opzetten dan bijvoorbeeld bij de Johannespassion. Ik stel mij voor 2 gescheiden koren, beide met een aparte orkestbegeleiding. In de wisselzang spreken de dochters van Sion en de gelovigen elkaar aan. Met op de achtergrond de gedachte aan Palmpasen, aan de bruidegom. Waarbij de gelovigen als in een visioen het lam zien dat naar de kruisberg wordt geleid. Na het openingskoor kondigt de evangelist het naderend avondmaal aan en Jezus zelf zijn naderend einde. Hier is dan een plaats voor het eerste koraal of mogelijk een recitatief of aria. Maar wel zo dat de tekst van het evangelie niet in het gedrang komt. De Bijbelse historie moet hoofdzaak blijven. Weet je welke melodie ik erg geëigend vind voor de koraalmuziek in die passion? Nou? Het is oorspronkelijk een minnelied van Leo Hassler. Mein Gemüt ist mir verwirrt. Mein Gemüt ist mir verwirrt. Paul Gerhardt heeft daar de woorden O haupt vol bloed ontwonden opgedicht.
Het is weliswaar aanvankelijk geschreven voor een aardse liefde, maar zo wondermooi en zo teer dat ik het als een symbool aanvaard voor de hemelse liefde. Ik wil deze melodie bij herhaling laten terugkeren. Dat hangt ook in hoge mate af van jouw teksten. Maar ik stel mij voor 2 delen als omlijsting van de preek, mogelijk 's morgens en 's middags. Zou je dat op je willen nemen? Graag, Sebastiaan. Graag. Nou, dan zou ik zeggen, laat je inspireren door de gedeelte uit de Heilige Schrift. En laat mij dan weten waar jij over wilt mediteren en dichten. Dan zal ik intussen een duidelijke opzet maken wat mij voor ogen staat. En dan gaan we die 2 versies vergelijken en combineren. Nou, dit wordt een goede samenwerking, Christian. Wij zullen dit tot een goed einde maken. Daarvan ben ik overtuigd, meester Johann Sebastian Bach. Daarvan ben ik overtuigd.